€100.450. 100.450 euro werd maandagavond binnengehaald voor de opleiding van FC Groningen tijdens het jaarlijkse gala in Autoborg in Groningen. Wat was jouw reactie toen jij dit bedrag zag? Ja, ik kon dus pieken omdat het aan mijn kant stond. En ja, wij waren uitgegaan van 60.000. Dus we gaan net over de 100.000 heen. Dus boven alle verwachting. Geweldig. En wat gaat er met het bedrag gebeuren? Talenten op één. Wij willen heel graag dat wij zelf spelers opleiden. Dus het kan zijn dat het gaat in uren voor trainers, in faciliteiten, in materiaal, in toernooien. Wij willen alles, dit wordt allemaal besteed om spelers nog een grotere kans te geven om in de eerste helft te komen. Hun droom en onze droom. Dus ja, dat is de bedoeling. Het bedrag werd onder andere bereikt dankzij een veiling. Maakt niet uit. 6.000. Dames en heren, 6. Een van de kavels was een oefenwedstrijd tegen het eerste elftal van FC Groningen. Dekens groep uit Sappemeer bood €6.000 voor het duel tegen de FC en krijgt als extra Ron Jans als trainer. Heb je al een beetje nagedacht over hoe jullie straks FC Groningen gaan bestrijden? Ja, dat laten we natuurlijk aan Ron Jans over. Dat is de trainer en die moet bepalen wat de beste opstelling is. Dus je gaat nog even met hem zitten, denk ik. Ja, zeker. Dat gaan we nog even met hem overleggen. Nou, de familie Dekens zit dan altijd bij ons in de skybox. Hele aardige mensen. En ja, het is toch weer 6.000 extra voor de opleiding. En zij zijn er heel blij mee en ik doe het met ontzettend veel plezier. Dus gaan we een lekker oefenwedstrijdje spelen.